denk, laten we eens een keer gek doen. We gaan weer eens een keer rijden in deze Stoom Mallard. Nou, het is geen Mallard, het is natuurlijk de E4. E van Alpha 4. Liner. Het is Locomotive Attended World Speed Record for Steam Traction. 128 miles per hour. 28, we mogen zo'n 90, dus nou ja, laten we daar maar eens mee beginnen dan. Oh, ik heb wel weer last van enige lag, maar... 90 mogen, dus ik zie hem gewoon niks, zie je weer. Daar zie ik wat. Waarom zie ik hier niks dan? Okay, je kan toch niet doorheen kijken. Ja, de watergates, dus oké, nou mooi. Zo, ook goedemorgen. Lastig hoor, want ik zit geconcentreerd te kijken naar de katalysis, moet ik zeggen, al een hele tijd niks, dat weet ik. Maar het is wel lastig dit, hè? De pressure, dat zakt van me uit. En met deze moet je een beetje spelen over het feit dat die hoger moet gaan worden. Voor het station gaan we niet stoppen, hè? We gaan niet, niet zo hard als een elektrische trein, dat mag zeker zijn. Maar... Dat is de fluit. En blijft langzaam klimmen, maar het is nou niet waar je denkt. Dat gaat flink hard ofzo. Het is wel een beetje built af, dus dat scheelt. Nou, dit was een stukje 90 zie ik al, want dan komt er weer 70 aan. Maar ik kan er gewoon nog even lekker door. Kijk, wat rijden we precies? Wat rijden we? Hoppatee. Daar. Mallard. Dan hebben we Horny. Horny. Wat? Gatwick Airport. Ja, daar moeten we nog maar even stoppen. Oh, wel, dat is daar dan. Maar... daar gaan we wel stoppen. Gatwick Airport.
Ja, ik heb de airport al aan. Dat is jammer, maar goed. Helaas. Ja, we beginnen wel tempo te maken op zich. En daarna komt de 90, we gaan doorrijden. Op tempo. Qua flesje zit het trouwens wel heel goed, hè? Want het blijft heel hoog. Deze moet 190 blijven. En de fluit aan nou hier. Hoppatee. Die weer aan. Kijk, als ik nieuw water toevoeg, dat is misschien wel een klein detailtje. Als ik nieuw water toevoeg, dan zul je die onderuit zien gaan. Wat gebeurt er dan? Ik voeg koud water toe aan kokend heet water. Dan gaat de druk die dan op de ketel staat, die gaat dan gelijk onderuit. We zijn over de 90 heen, hè? We gaan over de 90 heen. Even kijken, ja. Ja, yeah, hij gaat zelfs stroom afblazen, maar kijk er, overdruk. Overdruk op de keten, ja. When taking water from the scoop, should be withdrawn with the water flow from the indicator valve into the runnel. Aha, goed verhaal. Lekker kort. Nee, dat gaat me een beetje te over, dat snap ik niet hoor, wat is dat? 100 miles, 100 miles bouwen. Ik haal 100 miles bouwen. Zo, de kwam de druk nog steeds afgelopen, hè? Ik voeg niks meer toe. Ja, wel een beetje water trouwens, misschien wel handig. Wat rijdt hij ook weer? 128. Oh, maar ook 60 iedereen. Nou, dat gaat ons lukken. Dan ga ik gewoon met 60 door dit station heen. Oh wel, dit is wel een scherp bakje. En hier mag weer 90, dus dat scheelt. Oh, heel langzaam. Ik zit al een beetje te kijken of ik deze op en neer kan bewegen. Plus centjes, maar het schiet allemaal helemaal niks. Volgens mij is dit wel een beetje aan de max nu, hè? Ja. De hoeveelheid water en stoom, dat is ook echt perfect. Als je water tussen de 70 en 90 haalt, dan is het wel in orde. Oh, wisseltje. Zo, oh, scherper wordt. First class. Ja. Yeah. Oh, tunnel. Pop. Zo. Ik zie niks. Het is zwart, het is donker. Ah,
waarom moet je gaan dan? Is het niet gezond dit? Het ding heeft wel extra grote wielen, zodat je dus van de sneltrein was had in die tijd juist ook extra grote wielen. Dan hoefde die namelijk minder hard op en neer te gaan. Op hogere snelheid had het dus voordelen om grotere wielen te hebben. En dus een trein met drie hele grote wielen. Ze hadden goede treinen. Die hadden dus juist veel kleinere wielen. Dus daar kon je meer kracht over brengen. Dus dat is ook een belangrijk feit in de wielenwereld. 106. Dat ook. Kudum, hier achterin is stil, ja. 106. Bam! Maar vergeet niet, hè. 106 maal spouwen. Ik denk natuurlijk hartstikke leuk. En vergeet niet dat we 170 km per uur rijden. Ja, ik moest ook even weg gauw uitrekenen, maar vergeet dat niet, hè. 170 km per uur. Zo, dat is trouwens wel een mooi brugje hier. Hoi. Dat is wel net brugje trouwens. 170 km per uur rijden we. Bam. Wat een geluid, jongen, echt waar. Het is voor mij geluid ook even zachter, hè. Ik zal het in de video's ook wel weer een beetje mengen. Hè? Van deze vandaan dan. Nou, een zijspoortje naar een bedrijf. Kijk hoor, komen ze meteen nog het grote station straks? Volgens mij niet, hè. We moeten gewoon in één keer doorkachelen, denk ik. Of ik moet vanaf Preston Park nog het laatste stukje in een andere trein willen. En ik heb wel lekker zo'n tempertje van 190. Oh nee, wat dan? 170, excuus. Ik had de watertank gewoon helemaal vergeten, ja. Het blijft dus ook niet echt heel hard ofzo. Heel vreemd, als je op een kinderfiets zit of zo, dat geluid. Ik geloof niet dat dit het echte geluid is. Oh, alleen maar shields van boven? Ja, alleen maar, oké. Weet je wat? Kijken of ik het station kan halen. Oh, dat ga ik gewoon halen hoor.
Ja, de truck loopt op alsof het niks is. Ja, ik zeg. Ik bedenk me net dat ik wel heel weinig zeg trouwens, maar ik zit even te. Ik ben natuurlijk ook druk bezig ondertussen, maar ik zit er te genieten van. Oh. Even een lange trein, maar even door laten rijden dat einde. Ja, nu kan die de naam erop. Zo. We staan in Wiffelsfield. Waar ik eventjes de rem er weer afhaal. En de deurtje is open hoor. Kijk, zitten we. Zoveel druk staat op de keten joh. Even kijken hier. Dat is ook niet te zuinig, want dit ding is echt een beest van een trein dit. Heerlijk om even weer een stukje in te rijden. Ik ben niet altijd heel veel fan van de stoomtrein, maar dit is echt een beest van een trein. Wiffelsfield, ik ga nog even zoeken naar het laatste stukje dat we gaan rijden en dan zie ik jullie zo meteen weer. Nee, sorry, ik kon het niet laten om ook nog even een klein stukje te rijden in. In deze. Heerlijk het. We staan trouwens heel veel vooraan. Wat er nog? Een. Maar toch wel een redelijk stukje nog. De kaart lijkt er niks, maar het is toch nog een flink stukje, dus hoppatee. Eerst erop voordat we anders te laat aankomen, want dit wordt al een hele lange aflevering, heb ik zo door. Kijk, lampjes aan. Lampjes die licht geven, zeg maar. ...90 miles per hour, kijk of die ook weer zo ver kan komen. 140 zegt hij. 90. Kijk of dat overeen komt. Maar er pas 110. Dat valt nog mee. Deze motor brult. Heel klein treintje bedenk ik net van Londen eigenlijk. Ik had het toch wel minstens 3x3 moeten hebben, want net als dat, dus dan zit je tegen elkaar geplopt als je iedereen mee moet. Oh, wacht even, blij. 140. Kijk. Zie ik zo meteen gaan mippen. Zo. Cruise control erop. Even kijken hoeveel stations hebben we nog. Daar komt nog een station langs. En daar is nog een station. Kijk wel, waar is het station? Nou, daar pas. Station Hasstocks. Nou, ja, dat oké, dat is. Ik had wel iets later kunnen remmen, zie ik al. Hoge snelheid remtips ging nog wel goed, maar laag snelheid niet echt. Hasstocks in. Ik probeer het uit te spreken steeds, maar ik denk niet dat het me gaat lukken hoor. Heb ik zo'n korte trein, dus ik hoef me ook niet druk te maken over waar ik hem neerzet, want ik zet hem altijd goed neer. Alleen ik zet hem wel heel goed neer. Klein stukje door gaan rijden hoor. Ja, hier is het huisje. Staat het er neer.
pak meteen ook eigenlijk gelukkig de andere rem erop, dus dat scheelt. Hallo? Heb je dan nou NS staan? Volgens mij klopt het niet helemaal, hè, vriend. Oh. Ja, dat is ook waar. Ze hebben hier veel hogere stations. Of, nou is dit inderdaad een trein met een lage instap, maar in Engeland hebben ze volgens mij echt gigantisch hoge perrons. Dat kunnen we zien hier, ja. Dat is echt immens. Thuis was ik sowieso. Was ook niet helemaal netjes naast het station. Dan bleef het ook niet helemaal. Nou ja. Hoppatee, gast erop. Hey. Nou, mooi. Even kijken. We gaan weer naar de 140 toe. Deze kan wel weer even naar voren toe. Oh, hier een tunnel. Die dingen zien er gaaf uit, joh. Zo'n ingang, daar komt een kasteel, joh, een tunnel. Oh, 140. Pling. Oh, wat hebben we? 120 zometeen. Oh, daar. Moeten we nog netjes gaan rijden ook? Oh, 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 oh. Kan ik dat wel netjes rijden? Laat het open. Dienst. Lijkt net alsof ik thuis ben. Ik zie het feit dat ik hier bijna elke dag in zit, is toch zo. Kijk hoor. Ik denk dat hij zo meteen dan wel weer begint te zullen dat ik moet gaan afstemmen. Ik zie het pijltje nog niet teruglopen ofzo. Maar nu begint hij pas te lopen. Zo. En daar komt aan Preston. Oh ja, Preston Park, dat ligt net ten noorden van Brighton. Maar dan hebben we dan flink eind door de natuur ook gereden. Wat weer te doen. Ik heb nog wel iets licht, zeg maar, in de tunnel. Dan moet ik deze extra licht ook aanzetten. Preston Park. Nou, we gaan eerst stilstaan naar Preston Park. Voordat we Brighton binnenrijden.
Pass signal at red button voor ATB. Oh, voor als je toestemming hebt, zeg maar. Nou, daar douwen. Oh, ik hapen. Kom op. Ja, daar gaan we weer. Zo. Ja, eerst zet ik hem heel hard op de rem en dan ben ik weer te klein omdat ik dan hem meteen weer achter in het station neerzet. En nou dan lijkt het door, ja, en dan zul je zien dat hij het niet doet. Oh, ja, apply, oké, dat scheelt. Dan hoef ik hem niet eerst hier weer naar te grijpen. Zo. Ja. Het kleine inimini treintje. Het is niet te geloven dat in Engeland de stations dus ook zo, echt ook zo groot zijn. Wel zijn een trein iets minder breed. Zo. En als het goed is, ja, we moeten zo 40 rijden. Dus daar bij Brighton aankomen dus. Daar was net al een soort depot aan de zijkant, dus dit wordt weer een grote stad, heb ik zo het gevoel. Die heeft een aftakking, een tunnel in. Oh, volgens mij heb ik dat gezien op het kaartje. Mag ik even eerst even de cruise control zetten. Ah, oh, daar zo dus. Dan gaat dat daar zo op allemaal door. Hoofd. Dan gaat hier zo keert ook weer eentje om die kant op. Hier is een heel groot logeertrein. Want dat is daar. Zometeen terug naar 40. Ik zal 25 maal spouwen. Terug naar 25. Oh, 25 is hier. Oh, wacht even, dat is de ATB die reageert. Dat was de ATB die ik niet hoorde. Kom maar. Oh. Zo. Brighton. Een van de prachtige stationnetjes in het zuiden. Die waren trouwens ook laatst op Railway. Moet ik even zoeken of ik dat misschien nog kan vinden. Dat was ook een route hier naar het zuiden en dan gingen ze vanaf hier weer langs de zuidkust verder volgens mij. Dan kwamen ze ook aan hier op dit spoor en er stond hier nog een andere trein. Moet ik zo meteen even opzoeken. Misschien wel leuk. Zo, een klein beetje doorrijden. Zo. Chop. Ja. Hartstikke mooi. Zo. Oh, hekje zo meteen naar buiten te brengen. Met railworks erop, ja hoor. Natuurlijk. Brighton. On time. Well done. Je vliegt. End of this quick scenario. Ik dank jullie wel voor het kijken. Het was een lange aflevering. Ik hoop dat jullie in ieder geval de route wel leuk vonden. Ik zal nog kijken of ik die in de description kan zetten. En ja, tot ziens. Daag.